Van harte welkom in hoofdstuk 3-4, wortels vermenigvuldigen. Zo, om te beginnen ga je de regel opschrijven. Wortel A keer wortel B is de wortel van AB. Dat moet je gewoon onthouden, dat is de regel en die pas je steeds toe. Ik ga opgave 33 en 34, die ga ik netjes uitwerken. Die zie je zo meteen. Je weet, zet hem even op pauze. Ga eerst de opgave zelf maken en ga daarna pas kijken of onze oplossingen overeenkomen. Nou, voorbeeld, wortel 5 keer wortel 6 is dus volgens deze regel hetzelfde als de wortel van 5 keer 6 is wortel 30. Zo. Nou, dat was niet zo moeilijk. Staat er nog een getal voor de wortel, bijvoorbeeld 2 wortel 5 keer 3 wortel 6 is hetzelfde als 2 keer 3. Dat is allemaal vermenigvuldiging hier. Hè? En wortel 5 keer wortel 6, nou, nu mag ik al meteen onder het wortelteken schrijven, zo, is dus 2 keer 3 is 6 en wortel 5 keer wortel 6 is wortel 30. Klaar. Dit kan niet verder worden vereenvoudigd of iets dergelijks. Oké, nou dat zijn de voorbeelden. Eigenlijk is dit eenvoudiger dan de wortels optellen, dat is veel moeilijker. Goed, ik ga opgave 33 en 34 nu uitwerken. Veel succes met je huiswerk. Zo, daar zijn we dan bij opgave 33. Ik zou zeggen, neem er een koekje bij. Lekker. Kun je beter werken. 4 keer wortel 7 keer 2 keer wortel 7. 4 keer 2. Daar komt 8 uit. Wortel 7 keer wortel 7. Ja. Dat is wortel 49. Maar je mag ook meteen zeggen van, hey, wortel 7 keer wortel 7 is 7. Hieruit volgt 4 keer 2 is 8. Wortel 49 is 7. En 8 keer 7 is 56. Zo, staat het nog goed in beeld? Ja, kan net. Nou, 2 wortel 11 in het kwadraat. Maar alles wat hier tussen haakjes staat, gaat in het kwadraat. Maar je mag het kwadraat ook schrijven als een herhaalde vermenigvuldiging. Dus 2 wortel 11 in het kwadraat is dus 2 keer wortel 11. En die hebben we nog een keer. Dat is namelijk het kwadraat. Nou, dan zie je 2 keer 2 wortel 11 keer wortel 11 is weer dezelfde vraag als de vorige. 2 keer 2 is 4. En wortel 11 keer wortel 11 is 11. En 4 keer 11 is 44. Wortel 3 plus wortel 21. Een hele vreemde vraag bij wortels vermenigvuldigen, maar het zou kunnen. Dit kan niet korter. Dit kunnen we niet anders schrijven. Ook niet zo. Wortel 3 plus wortel 7 keer 3. Ja, dit kan ik wel los van elkaar schrijven, maar kom niet verder. Dus we schieten niks op, we komen niet verder. Dit kan niet korter. Dus dit hoef je niet te doen. Kan niet korter. Je ziet, we komen nergens. Nou, 2 wortel 21 min wortel 21. Die hier staat een eentje voor. Alleen die schrijven niet op, want die is standaard. En wat standaard is, hoef je niet op te schrijven. Dus we weten dat hier 1 staat en met een minder voor worden dus min 1. En dus 2 min 1 is wortel 21. En ik maak denken dat het over wortels vermenigvuldigen ging. Ja, we hebben weer hier een som. Oké, nu wel een product. 2 wortel 10 keer 6 wortel 3. Nou, 2 keer 6. En we hebben nog de wortel van 10 keer 3. Dus dat is 30. Is gelijk aan 12 wortel 30. Mooi. 2 wortel 15 keer 5 wortel 15. Nou, dat is dezelfde vraag als die, volgens mij. Dus 2 keer 5. En wortel 15 keer wortel 15, ja, dat is 225. Je mag hem ook zo laten staan, want je weet toch wel dat hier 15 uitkomt. 2 keer 5 is 10. En de wortel van 15 keer 15 is 15. Dus 10 keer 15 is 150. Zo komen deze antwoorden tot stand. Dan gaan we nu over naar het rechterrijtje.
Zo, nu het rechte rijtje van opgave 33. Hier staat 7 wortel 2 in het kwadraat en hier staat 2 wortel 7 in het kwadraat. Die lijken heel veel op elkaar. Die min die is 0, maar dat is niet waar. Kijk maar. 7 wortel 2 keer 7 wortel 2. 7 keer 7 is 49. En wortel 2 keer wortel 2 is 2. Dus hier staat 49 keer 2. Hier staat 2 keer 2 is 4. Die min staat er ook nog voor. En hier staat wortel 7 keer wortel 7 is 7. Ja, dus hier komt iets verschillends uit. 49 keer 2 is 98. 4 keer 7 is 28. 98 min 28. 70. Staat dat nog goed op het bord? Net. Oké, 15 wortel 10. Min 2 wortel 5. Min 6 wortel 15. Dit zijn allemaal verschillende wortels. Dit kunnen we niet bij elkaar optellen, want het zijn allemaal verschillende dingen. Dus dit is kan niet korter. Wortel 1 vierde keer 2 keer wortel van 144. Nou, wat is de wortel 1 vierde? Ja, dat lijkt moeilijk, maar het is eigenlijk heel makkelijk. Wortel 1 vierde is een half, want een half keer een half is 1 vierde. Hier komt een half uit. Keer 2. En dan hebben we de wortel van 144. Ja, die moet je ook gewoon kennen. Het lijkt moeilijk, maar hier komt gewoon 12 uit. Half keer 2 keer 12. Een half keer 2 is 1. 12 keer 1 is 12. 3 keer wortel 2 keer wortel 18. Nou, 3 keer de wortel van 2 keer 18. En 2 keer 18 is de wortel van 36. Die staat dus 3 keer de wortel van 36. Is 3 keer 6 is 18. Kom hierop uit. Wortel 41 is een priemgetal. Wortel 7 is een priemgetal. En wortel 41 is ook weer een priemgetal. Dus hier kunnen we niet zoveel mee, behalve met die twee. Dit zijn gelijksoortige wortels. 12 wortel 41 min 10 wortel 41 is 2 wortel 41. Daar wordt 12 van, daar 10 hou je er 2 over. Dus 2 wortel 41. Min 3 wortel 7. Die twee zijn niet gelijksoortig, kunnen niet bij elkaar. Deze tenslotte, een half of 1 vierde wortel 77 keer 12 wortel 2. Nou ja, dat moeten we gewoon maar even uitschrijven. 1 vierde keer 12. Nou, dat levert je 3 op. Hè? Keer de wortel van 77 keer 2. En dat is 154. Dus dit is 3. Hier komt uit 3 wortel 154. Zo. Dat was opgave 33. Even een slokje thee. Ik hoop dat je ze goed hebt. Dan gaan we nu over naar de laatste vraag. Zo, opgave 34. Breken de oppervlakte van het gehele vierkant. Dus het grootste vierhoek hier, dat is een vierkant. Daarin zitten twee kleinere vierkanten, namelijk eentje met een oppervlakte van 12 en een ander met een oppervlakte van 3. Nou, een zijde van een vierkant, dat is de wortel van de oppervlakte. Dus dit moet zijn de wortel 12. En dit is ook. Van die 3 geldt dat dit ook dus wortel 3 moet zijn en dat ook. Even controleren, zijde keer zijde moet 3 worden. Wortel 3 keer wortel 3 is 3. Wortel 12 keer wortel 12 is 12. Ja, dus dit klopt. Nou, wat is dan deze rechthoek? Is dus lengte keer breedte, wortel 3 keer wortel 12. Dus wortel 12 keer wortel 3 is wortel 36. Is 6, dus dit is 6. Deze, wortel 12 keer wortel 3, is dezelfde als die. Je komt ook 6 uit. Dus oppervlakte is 12 plus 3 plus 2 keer 6. 15 plus 12 is 27. Zit er nog één heden bij? Even kijken. Nee, geen eenheid. Dus oppervlakte is 27. Dan gaan we nu naar vierkant 2. Zo, dit is vierkant 2. We zien hier het grote vierkant. Weer twee kleinere vierkanten.
oppervlakte van 6. Dat betekent dat de zijden wortel 6 zijn. Dat weten we onderhand wel. Dus dit wordt wortel 6 en wortel 6. Dan zien we hier een vierkant met één zijde van 5. Het is een vierkant. Dat betekent dat alle zijden even groot zijn. Dus dit is 5. Dat is 5. Nou, wat wordt dan hier de oppervlakte? Dat lijkt me duidelijk. 25. Dan hebben we nog twee rechthoeken over. Dit is 5 keer wortel 6. Dus dit wordt 5 wortel 6. En dit is wortel 6 keer 5. Dus dit wordt 5 wortel 6. Oppervlakte. 6 plus 25 plus 2 keer 5 wortel 6. En 2 keer 5 wortel 6 is 10 wortel 6. Zo makkelijk. Hieruit volgt 6 plus 25 is 31 plus 10 wortel 6. Dat is de oppervlakte van het grote vierkant. Nou, heel veel succes met de andere opgaven. En heb je nog vragen, dan hoor ik dat graag in de les.